Omdat u nog niet zomaar binnen mag, breng ik ons binnen even naar u toe. Hier hangen in de gang de namen van mensen, stichtingen en bedrijven die onze onderneming met raad en daad steunen. Dit zijn twee houten beelden in hun blootjes van Jos Kuppens. Dit kent u wel. Dit is de wc, bijna, dit is de wc van de barones van Pals. Door dit hart kun je haar poes op onze muizen zien passen. Onze winkel. Hier kun je kopen wat je aan herinneringen van ons wilt bewaren. Bijvoorbeeld parfums die gemaakt zijn van de bomen en de planten die hier om onze villa groeien. Om het hoekje, onze bar. Daar staan feestflessen die we opentrokken bij zulke gelegenheden. Buiten wappert onze vlag. Denk niet dat ik die gefilmd heb. Ja, toch. We lopen nu door dit gangetje naar ons Gallery Café Harlekijn. Deze kamer, dit café spiegelt met wie we al die jaren werken en werkten. Die Loeren Gerritsen zie ik. Maar Loes Fluitsma. Ik zie Mark Haaiema. Ik zie Marnix Dorrestein. Ik zie Nart Reinders. Monique van de Ven. Michiel Kerpels. Snip en Snap, Paul van Vliet. Olga Fransen, Rijnbert, die hoort u nu. Rob Grispijn zie ik. Thomas Wojtkiewicz, die al onze teksten vertaalt. Sarah Leemans. Dit is een schilderij dat ik gemaakt heb op de spiegel. U zag een flits van mij. Hier zien we Dario Fo, Letja Versteijnen, Prinses Irene, Dievertje. Dario Fo, dat zei ik al. Fa. Hans-Werner Neske van de Herman van Veen Stiftung. De andere snap van Snip, Wieke Garcia. Willem Wilmink. Alois Koetsman, onze oude redacteur van ons tijdschrift. Stukje landschap, Hauke Teetsen, Hans Otjes, zeg, Moustaki, mijn schoondochter, Bram van de Vlucht, Erik natuurlijk, Van der Wurf, alweer 6 jaar dood, Connie Stuart, Korwitsche van Pipo de Clown, allemaal oude Harlekijners, Babette, mijn kind, dat andere kind, Anne, Anne Genen, meneer van Warmerdam, Jules Croisset, Lilia Hermans, Dottier. Edith, Loris P., mijn vrouw, Rijnbert de Leeuw weer, Harry Saxion. Joop Doderer, Siebertje, Ramses Schaffi, Franka Daals, Muriel Janssens, Fransjes Gelderdom, ook al dood, Laurens van Rooyen, Judith Hertzberg. Dit is de andere ruimte in ons café. En daar hangen hoezen van grammofoonplaten die we door de jaren maakten. En in deze twee deftige kasten onze hoofdfiguren. Wat u hoort is de telefoon en die drukken we nu uit. Maarten Sikking, mijn oude vriend, onze oude koningin,
Selma Meerman, Vazalis, Loring, Margot Fontaine, Gaëtan Boucher. Woezen. Tom Koopman. Stukje park. Gaan we door het gangetje. Langs de stopcontacten. Langs de blootjes. De trap op. En daar ziet u schilderijen. Werken die ik schilder. Tekens van muziek. Verbindingen in kleur. Het hoekje om. Rechtsaf. De Edith in, dat is de naam van deze kamer. Vernoemd naar de gitariste en mijn partner in de kunsten, Edith Leerkes. Een beeld van Tom Kalershoek, een stoere vogel. En achter die vogel hangt een van mijn lievelingsschilderijen. Rechtsaf, ons balkon, tekens in blauw. Een bootje met een vrouwtje. Uitzicht op een tuin. En dan naar een beeldje van meneer Kuppens uit België, die ook deze twee beeldjes maakt. Tom Kalershoek. Over de grond, langs drie beeldjes van Julia Berger. Daar is de tafel met de prijzen, zodat u kunt zien wat al dit moois zou kunnen kosten. Een kiekenboekje, of eigenlijk kiekenboetje, tekens in blauw, Scrabble, één kleur. Dat beeldje was ook van Julia Berger. Daar ziet u een stukje van onze tuin, dus het Erik Weitje, vernoemd naar Erik van der Wurf. En dan draaien we naar onze bibliotheek. En in de bibliotheek staat alles wat wij in de afgelopen 55 jaar hebben gemaakt. Aan boeken, aan LP's, aan CD's, aan tijdschriften. Ons hele krantenarchief. Onze brandblusser, 1 van 14. Voilà. Dit zijn de boeken die ik schrijf. De boeken die ik nog moet schrijven. De LP's, CD's van Harlekijn, archief,
Dan gaan we naar de tweede verdieping. We hebben een souterrain, een gelijkvloers en twee etages. Dan draai ik naar een deur en achter die deur doe ik mijn dutjes, voor als het me wat veel wordt. Dan draaien we naar de deur van ons balkon, die ik vervolgens niet open krijg, maar ga het daarom niet overnieuw doen. Een hondje in metaal van de heer Meijer. En nu zijn we op het balkon, kijken we uit over ons theatertje, het landschap, de bomen, de wolken. Een kop van schroot, ook gemaakt door Peter Meijers, een Belg die in Frankrijk werkt en woont. Een stukje vlag. Dan pen ik naar boven, naar de prachtige wolken die er vandaag zijn. Nu heeft u een idee wat er bij ons zo al binnen te zien is. Misschien tot ziens.